Deze week maakte de Utrechtse GroenLinks-wethouder Mirjam de Rijk zich volstrekt belachelijk met het voorstel om bezitters van slecht geïsoleerde woningen te dwingen om hun eigen huis energiezuiniger te maken. Het plan zou de CO2-uitstoot in ons land fors moeten doen verminderen. Een kostbare operatie die door de huizenbezitters zelf moet worden opgehoest. Wij gingen langs bij een bezitter van zo'n slecht geïsoleerd huis, PVV-klimaatspecialist Richard de Mos. Hij gelooft niet zo in het broeikaseffect. Dus legden wij hem langs de groene meetlat in een exclusieve rondleiding door zijn eigen huis. Hoe groen is Richard de Mos? Hey. Goedemiddag, Richard. Hallo, Rutger. Hi, verrassing. Bij verrassing, hè? Ja, absoluut. Ja, je hebt alleen wel je zennetje al om. Ja. Dat is allemaal geregeld. Ja. Wij gaan naar binnen. Ja, hartstikke fijn. Zo, hier woon je. Nou, het is in ieder geval goed warm hier. Zeker. En goed verlicht, zie ik. Ja. Absoluut, hè. We moeten wel zien wat we doen natuurlijk. Ja, het is gewoon gezellig. Dit geeft toch een beetje de sfeer van een zomerhuisje. En dat vind ik toch ideaal. Laat het licht aan. De verwarming staat hoog? De verwarming staat hoog, ja. Ik hou van warme temperaturen. Zeker in de winter stoken we lekker erop los. Zo, geloof ik, rond de 30 graden staat hij, geloof ik. 29,5. Zo, ietsjes zachter zetten. Ik zie ook dat de deuren open staan. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk als het dan lekker warm is en gewoon een briesje vanuit zee. Dat is natuurlijk ideaal. Maar je moet er ook de binding hebben met de natuur en een lekker windje in huis. Dat vind ik gewoon wel lekker. Het is mijn eigen huis, dus dat bepaal ik zelf natuurlijk. En natuurlijk lekker makkelijk, je kan zo naar buiten lopen en een frisse neus halen. Als het echt een beetje te gortig wordt binnen. Dus ja, het oude huis is natuurlijk toch heel belangrijk dat je gewoon het oude huis oud laat zijn. Dus gewoon met enkel glas erin, anders wordt het zo Phoenix-achtig. En ja, dit is perfect. Want ze zeggen toch dat beter isoleert, dat is beter, ook weer beter voor het milieu zou zijn. Te goed isoleren is ook niet goed, je toch een beetje frisse lucht naar binnen moet krijgen. Voor je gezondheid natuurlijk vele malen beter. Zo. De kraan even uitzetten, dat houdt het hier een beetje gezond. De luchtvochtigheid is hier nog wat droog in huis. Die staat altijd aan? Nou, die loopt altijd wel door als ik thuis ben, ja. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat het water van diep komt. Dus het is lekker vers en kraakhelder. Ja, het is ook heel belangrijk voor de gezondheid. Het is hier toen wel heel warm in huis. En dan een beetje voor de luchtvochtigheid in huis is het natuurlijk ideaal dat zo'n kraan een beetje doorloopt. Koelkast die staat op 6, dat is zijn hoogste standje? Ik hoop het wel, ja. Het gaat er bij mij om dat het zo koud mogelijk is allemaal. Maar ja, na de 3, als je daar hoger gaat, dan gaat het toch bevriezen en zo. Dan is het toch allemaal niet meer nodig. Ik heb dat net wel gemerkt. Het is lekker koud, lekker koel. En dat vind ik wel heel belangrijk van een koelkast. Daar staat die naam voor. Nou, dan laat ik de kraan weer lopen. En afvalscheiding, Richard? Dat gaat allemaal in diezelfde bak. Die bak? Ja. En niks, geen groen en groenscheiding ook niet? Nee. Je gooit alles in hetzelfde? Alles in hetzelfde. Ik bedoel, een beetje multiculte, hè. Dus gewoon gezelligheid en lekker allemaal bij elkaar. Multiculti? Ja, dat is gezellig toch? En dan ben ik nog eventjes benieuwd naar jouw douche. Ben je een douchen? Ja, ik ga iedere dag wel 3 keer onder de douche, ja. Dat vind ik wel lekker. 3 keer? Ja, meestal een half uur. Dus dat is 1,5 uur per dag. Dan sta ik er toch wel onder. Maar waarom? Nou, lekker fris. Belangrijk. Je weet nooit wie je tegenkomt. Oh, het straaltje is. Nou, lekker nat. Lekker veel. Ook weer slecht voor het milieu, hè? Ja, dat is wel goed voor je lichaam. Lekker fris en fruitig zijn is toch... Dat past wel bij mij. Dus kan je van die rare lichaam scheuren, joh. Zo, nou dat was de rondleiding. Wij weten wel eventjes wat meer, wij van de milieupolitie. Ja. En dan moeten we toch wel tot een teleurstellende conclusie komen. Zo, want zijn er heel veel mensen zitten te kijken en zeggen, ja, dat kan helemaal niet hoe die man leeft hier. Nee, ja. Mijn huis. Mijn huis, oké. Okay. Nou, Richard, dankjewel. Heel graag gedaan. Leef plezier hier. Ja, dankjewel, dat zal wel lukken.